Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Doe Maar Duurzaam. Het televisieprogramma over de ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidssector. Nou, vandaag is onze aflevering geheel in het teken van innovatie. Heb jij je ooit wel eens afgevraagd hoe grote vrachtschepen ontmanteld worden? Nou, we gaan nu zien hoe dat gedaan wordt, maar ook vooral hoe dat beter gedaan kan worden in de toekomst. Dus kijk maar mee. Weet jij wat Panamax-schepen zijn? Zij vervoeren aanzienlijk veel vracht over zee en zij behoren daarom tot de reuzen uit de wereld van transport en logistiek. Maar deze reuzen hebben maar één leven en wanneer deze afloopt, moeten zij ontmanteld worden. Dit ontmantelingsproces veroorzaakt veel leed voor mens en natuur. Dirk Henning Steur, CEO van Green Dog Global Licenses, legt ons uit waarom. The dismantling process is currently, as it is being done, very harmful because vessels are being beached. That means with high speed to run the vessel onto the beach, then it is dismantled without protection. Oils, sludges, chemicals, heavy metals end up in the water, poison the water, and since all oceans, all waters are connected somehow, it can end up here. The solution for this problem would be a foil dock. A foil dock has the advantage that it creates a closed system and a protected system against the environment. And with such a foil dock, we would be able to recycle 99% of all materials that are on a ship. But cutting it down in a professional and productive manner also helps to reach a high productivity and therefore to justify the construction of such a dock. The advantage of having such a productive way to cut down a vessel has also a secondary advantage, that is that having 15,000 tons of steel that come as scrap, that's how you call it, can be used for the production of new steel. And with the production of new steel and adding 25% to the steel production, scrap steel reduces the CO2 new production in steel by 10 to 15%. And that is good for the entire environment and also for the climate. Het inlenen en uitlenen van flexibele arbeid kent zo zijn risico's. Uitleners en inleners van flexibele arbeid hebben te maken met complexe wet en regelgeving waar ze rekening mee moeten houden. Dan is het fijn als een onafhankelijke partij kan helpen om daar een weg in te kunnen banen en om te helpen risico's te verkleinen. Voor advies hierover kunnen zij terecht bij Flex Knowledge. Marcel Reinders vertelt ons daar meer over. Uitleners zijn bedrijven zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheringsbedrijven. En inleners zijn de opdrachtgevers van die bedrijven. Afgelopen jaren zijn beide partijen geconfronteerd met heel veel nieuwe wet en regelgeving, waarvan de wet arbeidsmarkt in balans natuurlijk de meest bekende is. Die nieuwe wet en regelgeving zorgt voor heel veel extra risico's die beide partijen lopen en daarover moeten zij geadviseerd worden. Zij kunnen advies inwinnen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de wet en regelgeving die te maken heeft met de flexbranche. En dan kun je denken aan adviezen over de juistheid van de loonstroken, de juistheid van de beloning, arbeidsovereenkomsten, maar vooral ook wat kost arbeid nou eigenlijk. Vaak betekent een lage prijs van arbeid meer risico's voor alle partijen en een adviesbureau kan helpen die risico's te voorkomen. Het is belangrijk dat een adviesbureau onafhankelijk is om te voorkomen dat bij beide partijen ongewenste risico's worden geïntroduceerd. Veel bureaus werken op basis van bijvoorbeeld een besparingsfee, maar om die besparingen te realiseren moeten beide partijen extra risico's nemen, want anders wordt het niet goedkoper onderaan de streep. Een echt onafhankelijk adviesbureau werkt niet op basis van besparingen, maar op basis van bijvoorbeeld een uurtarief en kan op die manier een veel beter advies geven aan beide partijen, omdat hun eigen inkomsten niet afhankelijk zijn van zo'n fee. Wisten jullie dat de bouw minder snel vooruit gaat in de economie dan elke andere sector? Behalve dat, 10% van de kosten die gemaakt worden in de bouw zijn faalkosten. Dat komt neer op meer dan 6 miljard euro. Wat projectontwikkelaars kunnen doen om de faalkosten te minimaliseren, daar gaan Andrea Andreevic en Jasper Spiegeler, oprichters van OMRT, ons meer over vertellen. Faalkosten in de bouw kan je in twee splitsen.
eigenlijk totdat er een vergunning wordt aangevraagd in het ontwerpproces en na de vergunning richting een bouwproces. Voor de vergunning in het ontwerpproces gaat communicatief heel veel fout tussen stakeholders. Na de hand zijn er heel veel producten die geproduceerd worden die geen plek vinden op bouwplaatsen en dus minder efficiënt worden ingestoken. Je kunt de faalkosten minimaliseren door middel van 3 facetten. De eerste is door het proces integraal te benaderen. Dat betekent eigenlijk dat je meerdere aspecten die je kunt berekenen, zoals de financiën, de energie, het comfort of de duurzaamheid, dat je die tegelijk berekent en zo deze middels elkaar kan uitbalanceren. De tweede is het visuele aspect. En daarmee betrek je eigenlijk de minder technisch onderlegde ook bij het gesprek. De derde is door middel van het gebruiken van de computer op een slimme manier, kan je eigenlijk op een heel vroeg stadium al iets zeggen over al deze facetten. Dus daarmee kan je al op een hele vroege wijze kan je gaan sturen wat normaal eigenlijk aan het eind gebeurt. En dat levert dus heel veel faalkosten op. Duurzaamheid is belangrijk in dit verhaal omdat je op voorhand wil weten wat de prestaties van je gebouwen zijn. Net zoals dat je wil weten wat de kosten zijn op voorhand van je gebouwen, wil je ook weten hoe goed het presteert. En het is helemaal mooi als je kan voorspellen met de materialen die beschikbaar zijn in de markt, in hoeverre je met die materialen een gebouw kan ontwerpen. Daarmee reduceer je superveel kosten, maar ga je ook enorme verspilling tegen. Door voedsel gekoeld te bewaren is de houdbaarheid van producten langer. We weten zelf als geen ander dat de boodschappen zo snel mogelijk de koelkast in moeten om voedselverspilling te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat voedselproducten ten alle tijde gekoeld blijven. Het bedrijf Babbler heeft een oplossing dat kan garanderen dat het voedsel gekoeld blijft. De koeling in de restaurants is erg belangrijk, omdat ze helpen houden de versnis van de producten. Speciaal voor ons, omdat we werken met verse ingrediënten meestal. En ook natuurlijk, ze voorkomen bacteriecontaminatie van de bereide producten. Storing in het koelsysteem. Nou, daar heb ik eigenlijk een mooie oplossing voor. Ik heb een kastje bij mij in de koelingen. Die registreert de temperatuur 24/7. Hè. Dus enerzijds is dat een HACCP-controle, dus die moet ik sowieso hebben. Die registratie van die temperaturen. En anderzijds, als die storing plaatsvindt, dus als ik langer dan een uur buiten de gestelde waarde ben, dan krijg ik een e-mail. En dan, nou ja, dan kijk ik altijd even op mijn telefoon wat het apparaatje voor waarde meet. En dan lees ik of ik actie moet ondernemen. En dat vind ik eigenlijk wel fijn, want ik heb ook meegemaakt, toen ik dat systeem nog niet had, dat ik mijn hele voorraad weg kon gooien. En ja, wij maken alles zelf vers, dus als je dan de volgende dag hier komt en je kan bijna alles weggooien, dan heb ik een probleem. Dus in die zin waarschuwt dit systeem uitstekend. De storing wordt gemeld door een bericht, gestuurd door de draadloze sensors van de machine die in de vriezer en de koelkast staan. In dit geval krijgen we een e-mail en kunnen we immediaat instappen en voorkomen dat ingrediënten te lang blijven in de ideale temperatuur. Kookaanslag komt voor op alle plekken in het huis. Sommige plekken zijn zichtbaar en andere onzichtbaar. En daarom is het belangrijk om het probleem bij de oorzaak aan te pakken. Hard water zorgt voor kalkaanslag wanneer dit wordt verwarmd. Om ervoor te zorgen dat kalkaanslag geen kans meer heeft om zich te hechten, is het installeren van een waterontharder de juiste keuze. Julio Rozier van waterontharder.com laat ons zien hoe de Amfa 4000 waterontharder het probleem bij de bron aanpakt. Kalkaanslag wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium mineralen die in het water zitten. En hoe meer van die mineralen in het water zitten, hoe harder het water wordt. En hard water is water wat veel kalk bevat. Nou heb je daar in heel veel gebieden in Nederland last van. Maar eigenlijk heb je het meeste last van kalkaanslag op het moment dat het water wordt opgewarmd. Omdat dan die stoffen, die calcium en magnesium mineralen, niet meer goed opgelost kunnen blijven in het water. En daardoor gaat het hechten als kalk op je apparatuur, je tegels, je kranen en je douche. Kalkaanslag is slecht omdat het voor veel poetswerk zorgt en je veel reinigingsmiddelen daardoor nodig hebt. Je leidingen kunnen ervan verstopt raken. En je huishoudelijke apparatuur, als bijvoorbeeld een wasmachine of een cv-installatie, die gaan er minder energiezuinig van werken en ook nog eens eerder stuk.
En dat is allemaal heel makkelijk te voorkomen door middel van een waterontharder. Je kunt besparen op je energierekening met een waterontharder. Dat heeft ermee te maken, al je huishoudelijke apparatuur, zoals een wasmachine, cv-installatie, die hebben een verwarmingselement. Op dat verwarmingselement hoopt zich kalk op. Kalk isoleert, dus dat apparaat kan zijn energie minder goed kwijt. En daardoor gaat hij minder energiezuinig werken en ook nog eens minder lang mee. En bijvoorbeeld de kalklaag van een aantal millimeters zorgt al voor 30% meer energie verbruikt. En waar je ook heel veel op kunt besparen is chemische reinigingsmiddelen, omdat je dus niet meer zoveel hoeft te poetsen. En daarnaast is het ook beter voor je huid. Waterontharder werkt als volgt. Het is een klein apparaatje wat je heel makkelijk zelf voor of na de watermeter kunt installeren. Het gaat gewoon om de waterleiding heen en je maakt het vast met een tijring. Dus het is super simpel, iedereen kan het. En het geeft een magnetisch veld af door de waterleiding. En dat magnetische veld zorgt ervoor dat calcium en magnesium mineralen niet meer met elkaar kunnen verbinden. En daardoor komt die kalkverbinding niet meer tot stand en heb je dus geen last meer van kalkaanslag. Bij een waterontharder proef je vrijwel direct dat het water beter smaakt. De lelijke kalkvlekken zul je zien dat na 3 tot 5 weken je veel minder poetswerk hebt. En op de langere termijn zie je terug op je energierekening. De waterontharder is onderhoudsvrij en er zijn geen terugkomende kosten. Het is een eenmalige investering die minimaal 15 jaar meegaat en die je vaak al binnen een half jaar hebt terugverdiend. En daarnaast heb je 10 jaar garantie en 100 dagen niet goed geld teruggarantie. En mocht er wat zijn, dan wordt het altijd opgelost. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van Doen We Duurzaam. We gaan er even tussenuit voor de reclame, maar na de break zijn we gewoon weer terug met nog meer innovatieve oplossingen. Dus blijf kijken. Welkom terug bij Doen We Duurzaam. We gaan nu zien hoe een telescopische zwembadoverkapping in zijn werk gaat. Dus kijk maar mee. Tussen maar liefst 82 en 91 miljoen mensen bezoeken jaarlijks een zwembad. Maar waar de buitenzwembaden bij mooi en zonnig weer extra populair zijn, zijn ze bij slecht weer dicht omdat er niet gezwommen wordt. En dat is natuurlijk doodzonde. Om ervoor te zorgen dat zwembaden toch altijd operationeel kunnen zijn, is het mogelijk om een telescopische overkapping te laten plaatsen. Frank Hooman van Streamline Zwembadoverkappingen vertelt ons meer. Zwembadoverkappingen zijn eigenlijk bedoeld om te kunnen zwemmen op het moment dat het slecht weer is. En vroeger werden de zwembadoverkappingen, dat waren bouwkundige gebouwen over het zwembad heen. Dan had je dus een permanent binnenbad. En dat is natuurlijk heel erg lekker op het moment dat het slecht weer is. Alleen op het moment dat het mooi weer is, dan wil je lekker buiten plonzen. En dat kan niet met zo'n permanente kap. Zo'n 40 jaar geleden is in Frankrijk de telescopische zwembadoverkapping uitgevonden. En die is daar ook gefabriceerd. Tot nog toe is Frankrijk toonaangevend op het gebied van zwembadoverkappingen. Daar worden de meeste kappen geplaatst, de meeste kappen ook gebouwd. Een telescopische overkapping houdt in dat je de overkapping in segmenten van het zwembad af kan rijden. Daarmee combineer je eigenlijk het binnen- en het buitenzwemmen. Op het moment dat het slecht weer is, zwem je gewoon lekker binnen. En op het moment dat het mooi weer is, schuif je de hele kap van het zwembad af. En dan heb je eigenlijk een buitenzwembad. Je rijdt de zwembadoverkapping dan van het zwembad af. Alle delen zitten in elkaar geschoven. En dan blijft er aan het eind van het zwembad een klein pakketje staan. Een telescopische overkapping is een soort broeikas. Hij staat over het zwembad heen, de zon schijnt erop. En de warmte die je in de overkapping krijgt, wordt afgegeven aan het water, aan het zwemwater. 'S Avonds op het moment dat het koud wordt buiten, dan krijg je een bepaalde dampspanning in de overkapping, waardoor er nog maar weinig water verdampt. En dan werkt het eigenlijk als een soort isolerende deken. Men moet letten op wat men wil in eerste instantie. Een lage overkapping, een hoge overkapping of een overkapping die aansluit op een gebouw, een woning of een poolhouse. Zo is iedere overkapping aan te passen naar de wensen van de klant. De kleur kan bepaald worden, alle kleuren zijn mogelijk. En als mensen geen brede rails over hun terras willen hebben, is één geleidestrip ook vaak al voldoende. Daarnaast kunnen ze ook kiezen voor echt glas in plaats van kunststof. Echt glas is blijvend helder, dat wordt niet dof, is goed schoon te maken. En dan hou je een mooie overkapping, ook na jaren. Wij hebben een telescopische overkapping aangeschaft, eigenlijk om twee redenen. Op de eerste plaats hebben wij heel veel last van de bomen rond ons huis. Daar vallen blaadjes af, daar vallen zaadjes af, daar valt van alles in het zwembad. Daar hebben we nu geen last meer van. En de tweede reden is eigenlijk dat we op deze manier toch in het voorjaar wat eerder kunnen gaan zwemmen. En in het najaar wat langer kunnen doorzwemmen. Omdat het water blijft beter op temperatuur met een overkapping.
markt voor rioolreinigingsapparatuur is volop in beweging. Niet zo gek ook, want een goed rioleringsstelsel is heel belangrijk om onze dagelijkse hygiëne te waarborgen. Dan is het van belang dat de riolering optimaal blijft werken en daarvoor heb je de juiste reinigingsapparatuur nodig. Maar hoe kun je jezelf ervan verzekeren dat je de juiste apparatuur gebruikt? Wie ons daar meer over kan vertellen is Jan Pieters van Rionet. Het rioleringssysteem is een systeem van buizen dat ervoor zorgt dat afvalwater en regenwater wordt afgevoerd. Het rioolsysteem wordt ook wel een van de beste medische doorbraken van de afgelopen 200 jaar genoemd. Een goed werkend rioolsysteem zorgt onder andere voor beter welzijn van de mensen, van de bevolking, omdat er minder ziektes worden verspreid. En als zodanig is het ook van belang dat het rioolstelsel goed gereinigd wordt. Ons rioolstelsel wordt ouder en er moet gezorgd worden voor een duurzame manier om het rioolstelsel te kunnen reinigen. Daarom worden machines op de markt gebracht, zoals bijvoorbeeld een elektrische machine, die niet alleen het riool op een duurzame manier kan onderhouden, maar tegelijkertijd compleet emissieloos is. Dit is een van de ontwikkelingen die bijvoorbeeld in steden op dit moment gaande is. Goed onderhoud van een rioolstelsel is van belang. Een van de manieren om de buizen te onderhouden is door middel van hoge druk. Sinds kort is er een elektrische hoge drukreinigingsmachine die ook uitvoerig bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam is getest. Deze machine voldoet aan de laatste normen. Er is wereldwijd enorm veel belangstelling voor deze nieuwe ontwikkeling. Innovatief en duurzaam. Het belang van het reinigen van riolering voor een duurzame toekomst mag wel duidelijk zijn. Helaas gebeurt het wel eens dat een kind uit huis geplaatst wordt. Dat kan verschillende redenen hebben. Tijdens zo'n uithuisplaatsing spelen vaak de ouders van het kind en de advocaat een belangrijke rol. Mieke Krol van Mieke Krol Advocaten kan ons vertellen hoe een advocaat het kind en de ouders in zo'n proces kan bijstaan. Een advocaat die gespecialiseerd is in het civiel jeugdrecht houdt zich voornamelijk bezig met de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Kinderen die uit huis geplaatst worden omdat jeugdzorg of de Raad van de Kinderbescherming van mening is dat de verzorging en opvoeding in de thuissituatie niet voldoende is. Dan kan een advocaat om de hoek komen kijken om het proces te bewaken samen met een ouder. Ouders zijn natuurlijk vol in emotie, het gaat om hun kind. En jij probeert het proces te bewaken, ervoor te zorgen dat de juiste stukken in orde zijn, dat er een goed verweer geschreven wordt en dat je samen met je cliënt of met je ouder natuurlijk een goede wisselwerking hebt om ervoor te zorgen dat de juiste stukken naar de rechter kunnen en ook een goed beeld kan krijgen van de situatie bij ouders thuis. Ouders geven aan dat zij hulp wilden hebben en hebben ook aangevraagd, maar dat zij te maken kregen met de wachtlijstproblematiek. Ze geven aan dat zij al geruime tijd aan het wachten zijn voor de juiste hulpverlening. Vervolgens geven ouders aan dat als er stukken beschreven staan over hun als familie zijnde, dat dat niet correct is. Ze geven aan dat bepaalde onderwerpen niet klopt. Wat moet je dan als ouder? Hun kind wordt uit huis geplaatst, vol emotie. Het dierbaarste wat er is en ze lezen bepaalde onderwerpen waar zij van mening zijn dat het niet klopt. Wat doe je dan als een ouder? Dan kan je als ouder een advocaat inschakelen om dat proces te bewaken. Het belang van een jeugdrechtadvocaat mag duidelijk zijn. Voor zowel ter bescherming van ouder en kind zijn zij van groot belang. Kranen, machines die worden ingezet om de hoogste gebouwen te bereiken. Je ziet ze vooral in de bouwwereld, maar ook in de transportwereld waar ze ingezet worden voor los- en laadklussen. De markt voor kranen is erg innoverend. Wie daar heel goed op inspeelt is Alex van Rattingen van kraanvuurbedrijf Van Rattingen BV. Kranen worden voor allerlei klussen ingezet, zoals bijvoorbeeld piano's hijsen, hijsmaterialen op de bouw, bruggen, noem maar op. De telescoopkraan die wordt vooral ingezet bij hogere gebouwen, zoals de kerk hierachter. En daar kunnen we grotere hoogtes mee bereiken. Maar ook kan de telescoopkraan grotere gewichten aan, zoals bijvoorbeeld zware bruggen of dat soort dingen. De mobiele torenkraan daarentegen, die wordt vaak bij repeterend werk ingezet, zoals op hogere gebouwen, bij nieuwbouw, waar je grotere afstanden moet kunnen bereiken met niet al te grote gewichten.
De basis van de kraan begint natuurlijk bij de stempeling en die willen we zo breed mogelijk hebben, zodat we de meeste capaciteit hebben. Daarna hebben we natuurlijk krachtmalarm. We moeten aan de achterkant zorgen dat we voldoende gewicht hebben, zodat we zoveel mogelijk afstand kunnen halen. De telescoopkraan, zoals hierachter staat, heeft verschillende giekdelen. Hij schuift met een cilinder schuift hij die uit en die doet iedere keer één stukje. En dan gaat de cilinder terug en dan pakt hij het volgende deel. En dan schuift hij weer door totdat de gewenste lengte die we moeten hebben voor de hijsklus, dat we die bereikt hebben. Op die manier kunnen we per klus bepalen welke hoogte dat we nodig hebben. Innovatie is heel belangrijk in de hijskranenbranche. Voor de veiligheid is er in de kop van de giek een camera gemonteerd, zodat de machinist ook van bovenuit kan zien of dat het werk ook veilig uitgevoerd kan worden. Zo is er een programma ontwikkeld voor hijsplannen te maken, zodat we van tevoren ook kunnen zien of dat het hijsgewei ook veilig uitgevoerd kan worden en of het ook met de betreffende kraan die daarvoor gedacht was uitgevoerd kan worden. Zo is er voor de biovergisting een hydraulische grijper ontwikkeld om de vaste stof uit de silo's te halen die vaak als restproduct eronderin blijft zitten. Met betrekking tot het terugbrengen van CO2 en stikstof zien we dat er heel veel wordt geïnnoveerd op brandstoffen. Binnen de bouw maken bedrijven al gebruik van HVO en GTL. Dat zijn brandstoffen die in sommige gevallen zelfs tot 90% CO2-reductie tot stand brengen. Verder hebben we als sector een model ontwikkeld om de CO2 en stikstof en de fijnstofuitstoot op elk project voor elke machine en elk apparaat inzichtelijk te maken. Hiermee kan de opdrachtgever precies zien waar de stikstof vandaan komt en ook maatregelen treffen om een verdere reductie tot stand te brengen. Innoveren betekent je constant aanpassen aan de behoeftes van deze tijd, of dat nu sneller of duurzamer te werk gaan is. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Doe Maar Duurzaam. Wilt u nou meer informatie over de onderwerpen die je vandaag hebt gezien? Ga dan naar www.doemaarduurzaam.tv. Voor vandaag bedankt voor het kijken en tot volgende week.